Hallo internet. Ik heb een beetje een flashback. Ik ben vandaag jarig. Nou, ik zal maar gelijk even to the point komen. Het is weer februari, dus ik, ja. Dus de enige reden dat je een filmpje wilde maken, omdat ik februari hou. Ja. Nou! Ik denk, ik maak even een commercial. Gewoon. Nee, maar echt vet, gewoon in de eerste seconde. Weet je hoeveel merken hiervoor betalen? Ja. Nou, ik stuur zo gewoon een factuur. Dus niet. We gaan een 2 leugens in waarheid tag doen. We hebben het opgedeeld in 4 onderwerpen. 4 rondes. 4 rondes, ja. We gaan het eerst hebben over kindertijd, toch? Ja, kindertijd. Kindertijd. En daarna bloopers, ronde 2. Dan iets over onze YouTube-kanalen. Ja, en de laatste ronde gaat over de liefde. Oké, we gaan beginnen met het spel. Oké, we beginnen maar. Daar kom ik. Ik was als kleuter verkleed. Als clown. En toen ging ik naar school. En toen kwam ik thuis en mijn moeder was helemaal voorbereid. Ze had make-up remover klaargelegd. Maar die had ik niet gezien. Dus toen pakte ik per ongeluk de nagellak remover. En toen heb ik alles eraf gehaald met nagellak remover, de schmink. En toen zei ik tegen mijn moeder, ja, het is gelukt, maar het prikte wel een beetje. Ja, dat is mij dus ook wel eens gebeurd. Dus ik vind deze wel plausibel op zich. Oké, de volgende. Mijn moeder, die heeft me ooit betrapt. Toen ik in mijn eentje een... Nu komt het. Een verkleedfeestje hield. Ja. En ik mijn moeders schoenen aan het passen was. En de rest ook trouwens. Of... Ik heb mijn arm gebroken toen mijn broer mij per ongeluk, zegt hij, van de trap afduwde. Ik denk dat jij sowieso niet die nagellak remover hebt opgesmeerd. Want het smeurt als de pleuris. Zoiets smeer niet vrijwillig op je gezicht. Ik denk dat jouw broer je gewoon van de trap afgeduwd heeft. En dat het per ongeluk ging. Ik denk dat het. Denk je? Is. Ja. Ik heb een punt. Want het is niet. Dat was niet waar. Nee, hij wilde het misschien wel. Ik heb jouw broer ontmoet. Super aardig jongen. Die zou het nooit doen. Nee, wat je zei wat niet waar is, is wel waar. Ik heb echt met nagellak remover mijn schmink eraf gehaald. En ja, het deed echt heel erg pijn. Dus. Oh shit. Ja. Ja. Vandaar dit verschrompelde huidje. Ja. Niet echt opgeknapt. Ja, nee. De eerste is... Ja, ik heb niet echt sappige dingen. Ik heb opgeschreven... Wacht. Hou deze vast en lees het voor. De eerste is dat ik vroeger heel erg lang gehockeyd heb. Oké. De tweede is... Ik had vroeger echt een hekel aan het programma iCarly. Mm-hmm. En de derde is... Ik heb littekens op mijn voorhoofd. En die komen omdat ik er vroeger altijd een ei tegenaan sloeg. Een ei? Ja. Zeg maar, dan ging ik in mijn ei niet tegen de bord aanslaan, maar deed ik gewoon tegen mijn voorhoofd. Toen bloedde net ineens. Daarom heb je deze, ja, ik weet niet of je het ziet, maar... Was het een hard of een zachtgekookt ei? Nee, weet ik veel. Oké, dan is het niet waar. En ja, ik denk dat je gehockeyd hebt. Nee. Oh. Ik heb een punt. Yes! Shit. Nee, hockey dat is niet echt mijn ding. Ik ben echt super gevaarlijk. Als het op een puck aankomt, maak ik echt mensen dood. Ja, daarom dacht ik juist dat je het had. Ik doe het eigenlijk. Het kan ook een reden zijn. Mensen dood te maken? Ja. Ja, mam, ik wil echt mensen dood, maar jij gaat naar hockey. Nou ja, kan toch? Nee, iCarly vond ik vroeger echt fantastisch. Ik wou altijd iCarly worden. Oh, het komt echt door een ei? Ja. Hoe krijg je dat nou? Nou, gewoon die scherven die zijn dan in mijn huid. Zeg maar gewoon, ik heb te hard geslapen, het is gewoon kapot. Oké, we gaan door. Wil mijn telefoon uit de rail? Oké, bloopers. Ja, daar komt ie. Ja. Nou, ik zat net op de middelbare school. En het was dus de eerste week. En ik had toen iets verkeerds gegeten. In de pauze. En vervolgens had ik voor het allereerste keer wiskunde. En ik ging dus klas in van hoi hoi hoi. Dus ik stel je dan voor. Alleen daarna zei ik, mag ik even naar de wc? Ik heb de rest van de wiskundeles, ben ik niet meer teruggekomen naar het klaslokaal. Ja. Omdat ik, ja, op de wc zat. Bij Valentijnsdag kon je bij mij op de middelbare school altijd rozen bestellen voor anderen. Ja, ik kon bij ons inderdaad ook. En dan kon je er een briefje bij doen, heel spannend. En ik had een roos besteld voor een meisje. En toen had ze er via via gehoord dat ik dat voor haar had gedaan. Dus toen ging ze er ook eentje voor mij bestellen. Want ja, toen durfde ze het ook. Toen werd ze op Valentijnsdag bezorgd, afgeleverd, en toen stond er op haar kaartje, had ik laten zetten, vriendschap verdient ook een roos. Groetjes Rutger. En zij had bij mij geschreven, wil je met mijn verkering? Dus, dat was het tweede. Ik hoop echt dat dit daar is, dit is echt zo mooi. En
Eén keertje toen ik live ging optreden, toen ging ik leuk genoeg zingen. Toen vergat ik complete tekst en alles ging mis. En toen heb ik het opnieuw moeten doen. Je gaat sowieso niet de tekst vergeten van je eigen liedje. Dat heb je namelijk zelf verzonnen. Dat ken je wel. De tekst is namelijk leuk, leuk, leuk. Dat is makkelijk genoeg, ja. Oké. Okay. Precies. Ik weet of je zeg maar in de lunchpauze chili con carne gaat eten. Dat gaat echt niet zo snel dat je dan gelijk een uur later neemt. Dus ik denk dat het de tweede is. Ik hoop dat het de tweede is. Nee, het is het tweede. Yes! Rozen. Nou, mijn blunders. Ik zei net tegen Rutger, ja, ik wil wel een blunder van op een feestje. En toen bedacht ik me dat ik het gelijk al verklapt had. Dus ik heb even drie blunders van op een feestje. Oké, ja. De eerste blunder is, ik ben een keertje op een feestje gigantisch uit mijn broek gescheurd. Was in een kroeg en er was echt zo'n slette nummer, dus we gingen voor de grap echt zo'n slet. En op een gegeven moment doe zo'n dip en toen scheurde mijn broek echt zo helemaal. De tweede is dat ik een keer op een feestje, je hebt altijd van die plateaus en van die podiums waar je op kan dansen, dat ik daarvoor afgedonderd ben. Maar echt full frontal, gewoon dat ik echt een stap wilde zetten en gewoon naar beneden viel. En de tweede is, ik heb een keer op een feest een uur opgesloten gezeten in een toilethokje, omdat het slot was afgebroken. Oh, dat, oh. Het is mij allemaal overkomen, okay, laat ik het daarop houden. Maar ik denk, nee, vaak ga je niet alleen naar het toiletfeestje, dan zeg kom, ga even naar de wc, dus dan wacht je op elkaar. Dus dat denk ik niet. Ik denk dat je uit je broek bent gescheurd. Ja. Ja? Want ja, jij danst echt zo intens. En dan, ja. True, oh. Ja. En wat heb je toen gedaan? Naar huis gegaan. Oh, hoe laat was het begin? Nee, het was wel aan het eind van de avond. Was dus ik echt het was hier, zeg maar wel een soort, was je redder eigenlijk. Ik was heel erg dronken. Ik dacht, oké, nu is het tijd om naar huis te gaan. Maar dat is echt 4 jaar geleden of zo. Round 3. Ronde 3. Oh ja. Leuke feitjes over elkaars YouTube kanaal. Dit mensen wordt nu de video nog niet weg hebben geklikt. Oké. Okay. Ik heb ooit een keertje een kookvideo opgenomen, wat echt met Denise, 24 Kitchen, wat echt urenwerk is. En toen bleek dat onze microfoon die we hadden gebruikt, dat schuifje van mijn externe microfoon, was niet aan. En dan is dus gewoon alle audio weg. Dat is echt de hel. Het tweede, ik heb nog nooit meegewerkt aan een gaming video. Mijn eerste virtue video ging over het Songfestival. Oh my god. Wat is waar? Wat is waar? Niet dat het over het Songfestival ging. Dat is niet zo. Ik denk dat je nog nooit hebt meegedaan in een gaming video. Fout, ik heb een punt. Wat was het? Mijn eerste video ging over het Songfestival. Oh my god, je bent echt zo gay. De aarde verging bij het Songfestival. Ja, ik had nog geen intro, dus het was mijn oplossing. Geheim van Sophie, daar komen ze. Oké. Mijn beste kwaliteit is het scherpstellen van mijn camera. Zijn inkoppertje. Dat geef ik, gun het jou. Ja. Ik heb maar 1 YouTube gathering gemist. En ik heb ooit een keer een video geüpload die maar voor de helft bewerkt was. Oh, dat is mij ook een keer. Ik heb een keer op het einde mijn thumbnail poses mogelijk gezet. En dat duurde echt een minuut. Ik heb net die oude video van jou gezien. Je bent wel echt al heel jong was je actief bij YouTube. Maar ik weet niet of je al naar alle gatherings ging. Nee. Je hebt echt een keer een video online gezet die half bewerkt was. Ja. Oké, okay, het ging even rekenen met hoe oud je dan was op de eerste YouTube gathering. Maar nee, toen was je nog wel niet eens geboren. Nee, toen ik YouTube films maakte was die eerste gathering. Maar ik durfde daar niet heen. Ik dacht dat iedereen mij stom zou vinden in het echt. Ik ben in groep 4 ten huwelijk gevraagd. En later zei dat meisje ook nog eens dat ze zwanger van me was. En dat was echt, dat was heel serieus ook. Okay, dus ik lach er nu over, maar het was echt heel serieus. Mijn eerste zoen was op mijn 11e en daar heb ik het niet over. Maar gewoon tongen gewasteld. Gewoon de wasmachine. En of bedoel ik. Ik heb het ooit uitgemaakt met een meisje, omdat ze nooit op MSN kwam. Daar ga ik voor, sowieso. Ja? Nee.
Ik denk dat het die was die eerste is dat je in groep 4 ten huwelijk werd gevraagd. Ja, dat klopt. Ja, dat ja. is echt zoiets typisch. Ja. Een vriendin maar ook dat zwanger gedeelte? Ja, echt heel logisch. Het was echt zo'n soap. Ja, maar als je kind bent, dan zeg je altijd, ik ben zwanger. Nee. Nee, maar je hebt de punt, heel goed. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, de eerste is, mijn langste relatie duurde 6 maanden. Of... Wat hoorde ik mezelf? Ik hoorde... Nee. Of, ik heb wel eens wat met een meisje gehad. Of, de derde. Toen ik klein was, was ik altijd verliefd op elke jongen die ouder was dan ik. En dacht ik ook altijd dat ze me leuk vonden en dat het wat kon worden. Op alle jongens die ouder waren. Ja, niet alle jongens, maar als iemand een grote... Ik was echt dan echt 5 of zo. En als iemand dan een grote... Nou, dat is wel... Ik denk dat het laatste waar is. Dat je vroeger altijd verliefd was op mensen die ietsjes ouder waren dan jij. Ja. Ja? Ja. Heel schattig. Ik was echt altijd verliefd op de zoon van mijn juf. Ik was altijd verliefd op de meester. En ik dacht ook altijd dat de meester mij ook leuk vond. Dus ik was echt 4 of zo. Nee, dus als jij een 10 kreeg, dacht je echt van... Ja, maar ik dacht echt dat de meester... En op een gegeven moment kwam ik er dan achter dat hij vriendin had. En dan dacht ik, maar hij vindt mij toch leuk. Nou, wie heeft er nou gewonnen? Dat moeten we even tellen. Dus jij hebt gewonnen. Heb ik gewonnen? You won, bitch. Oh my god. Zullen we er gelijk maar weer een eind aan rijden? Want het is wel weer mooi geweest. Ja, het is zo heerlijk. Rutgers moeder heeft Bami voor ons gemaakt. Dus we gaan nu naar beneden. Oh, mag ik mezelf een shout-out geven? Doe maar, ik geef een shout-out. Een mooi bruggetje. We hebben net, ik heb het er nog een beetje warm van, maar we hebben net een dance battle gedaan op YouTube muziek. Om te kijken, achtergronddeuntjes. Sophie heeft waarschijnlijk weer hetzelfde deuntje wat je nu hoort. Daar hebben we ook op gedanst. Ja. En het was sensationeel, dat hebben we op mijn kanaal gedaan. Ja, dus je moet echt even kijken. Dat zie ik jullie natuurlijk weer heel snel. Heel snel. Adieu. Stay fearless. Doei. Dit moet je echt, je moet zeggen adieu.